Ik zit hier met Jan Freeriks en Jan is één van de schrijvers van het stuk IJzer, maar ook hij speelt een van de hoofdrollen. En Jan, wat is eigenlijk jouw persoonlijke betrokkenheid bij dit verhaal? Mijn vader werkte vroeger, eigenlijk zijn hele leven heeft hij gewerkt bij Becking & Bongers als vormer. Ik heb daar als kind rondgelopen en ik heb gezien, ik heb er wel eens een keer een 's morgens brood gebracht als hij dat niet meer genomen. En ik heb daar gezien hoe die mensen gewerkt hebben. En dat was voor mij als kind was dat echt een schokkende beleving. Het was het was smerig, het was vies, het was niet prettig om te zien. En mijn vader die kwam zaterdagmiddags thuis van zijn werk en die vertelde daar verhalen over. Die vertelde wat er met mensen was gebeurd, met ongelukken in die gieterij. Het was gewoon niet zo heel erg leuk, heel erg indrukwekkend als kind. En dus dat is ook een beetje de reden dat we dat stuk hebben opgepakt en gezegd hebben, nou, we moeten gaan hebben over het gezin dat gerelateerd is aan de DRU. En daar hebben we dwarsverbanden in het stuk gemaakt doordat we de vader van een gezin voorman hebben laten zijn in de hut, zeg maar. En waardoor je een dwarsverband krijgt wat er in de hut aan de ontwikkelingen ontstaat door invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld buitenlandse werknemers. Bond die invloed krijgt. Dat zie je in het gezin terug, waar kinderen zich heel erg ontwikkelen en waar dus de ouders een beetje achterblijven. Want doe maar gewoon, doe gek genoeg van jojo, ik ken dat wel. En zitten er veel van jouw persoonlijke verhalen dus in dit toneelstuk? Er zitten een aantal persoonlijke dingen in, ja, die heel erg persoonlijk zijn. Maar goed, dat gaat niet allemaal uitweiden daarover, maar het is. Ik weet waar het vandaan komt en ik weet hoe ik dat als kind heb ervaren. En dat was nogal wat. Ja. Ja. Dus eigenlijk raad je ook iedereen aan die ook, want er zijn hier heel veel mensen wiens vader op de Neeën of de Oldehut, zoals ze het noemden, werkte. Dus die zullen heel veel herkennen als ze hier naartoe gaan, naar dit stuk. Oh ja, dat heel zeker. Je moet denken, het is een theaterstuk, dus het is ook in de vorm van theater, maar alles raakt aan hoe het geweest is, alles raakt aan de mensen, alles raakt aan de omstandigheden, aan de geschiedenis. Iedereen die dat ziet, herkent dit en maakt daar zijn eigen verhaal van. Ja, ja. Nou, dankjewel voor de toelichting. Okay. En dankjewel. En iedereen moet er naartoe gaan, vind ik eigenlijk. Ja, heel zeker. Ja. Ja. Ja, ja.